Het beeld trilt. Oh my god. Ik was echt heel blind. Yo kijkers, mijn naam is Lotte en welkom weer in een nieuwe video van Super Mario Odyssey. Je ziet het aan mijn mooie pet die aardig jeukt. Ja, eigenlijk best wel. Heel erg. Vandaag gaan we weer lekker Super Mario Odyssey spelen. Vandaag wil ik gaan proberen een bug te activeren. Voordat we gaan beginnen wil ik even iets vertellen. Heb ik deze Super Nintendo SNES gekocht. Dat is echt super moeilijk om hem te krijgen. Ze waren binnen 3 minuten uitverkocht. Maar vinden jullie het nou leuk als ik dit ook ga opnemen? Dan moet je even in de comments zeggen als je dat leuk vindt. Want dat kan ik gewoon opnemen. Dat is toch super gaaf? En dan ga ik dit gewoon lekker opnemen. Dan ga ik bijvoorbeeld de oude Mario Kart spelen. Dat is echt super vet. Oké, om de bug te activeren moeten we naar deze plek toe. Oké. Hele rare vis. Oh, kijk uit. Capri. Oké, we gaan eventjes vallen. En dan gaan we hierheen bewegen. Oh, je met schudden kan je dit doen. Dat is zo vet. Oh, en dan kan je hem ook healen of zo. I don't know, maar dat maakt even niet uit. Waar is het? Oh, hier. Oké, we gaan eventjes hierheen. Oké, we moeten niet naar deze toe. Maar we moeten naar die andere toe. Dus die moeten we eventjes ontwijken. Oké, kijk. Volgens mij moeten we deze worden. Eruit gaan. En op de plek waar die spant. Oh nee, dan moet je echt net Cappy gooien volgens mij. Oké, sorry. Concentration was needed. Nou, zo. Leuk. Oeh, spannend. Oké, dan verdwijnt hij. Ja! Nee, de bug is niet geactiveerd. Oké, laat maar. Ik ga er alleen maar dood door. Oké, laten we maar de Koopa race doen. Vandaag ga ik dus het strandrijke paar maanden collecten. Ja, ik kan lekker beginnen. Ja, ik weet toch niet waar je heen moet. Oké, waar zijn we? Start, finish. Ik denk dat ik zo'n rare bloem pak. Ja, ik kan toch niet zo snel... Oké, ik pak een cheap cheap. Wat? Zij kunnen ook een cheap cheap worden. Haks. Hup. Oké, wahoo. Hup, deze. Oké, boom. Ja, nu zijn we veel sneller. We zijn veel sneller. Huh? Wat? Nee! Oké, dat kan niet. Sorry. Je kan dus niet all the way met de vis. All the way! Oké, eerst probeer ik eventjes om gewoon boven water te gaan. En dan niet die cheap cheap te pakken. Kom op. Kijken of ik zo'n raar beest kan vinden. Kijk uit, save hier. Oké, hier. Ja. Oké, dit wordt hem. Hup. Spugen. Ja. Ja. Oh. Ja, deze was echt perfect. Oké, dan weten we de weg. Oh, wat doe jij? Wat? Wat de... Dat was echt naar. Die Koopa had echt veel te veel geluk. Ik ga gewoon even the way the Koopas go. Ja, ik begon later, heks. Oké, ik ga gewoon met de cheap cheap. Doei! Oké, lekker. Hup. Goed zo, ja. No stress needed. We gaan super pro. Nee! Oh nee, dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Ja. Yes! I did it! Met een beetje concentratie heb ik het gedaan. Nu het profparcours. Nee, oké. Ik haat die echte parcours. Je gaat echt geen profparcours doen. Heerlijk dit. Ja, doei. Meel! Ik vind het wel zo mooi, het strandrijk.
Ik vind het Zandrijk echt super mooi. Kom aan. Daar. We got the moon. Biddy biddy boom. Oh, oh. Zwemmen natuurlijk weer langs. Coins. Are you serious, mate? Yes, oké. Cheap, cheap. Ja, eigenlijk weet ik niet wat we hier kunnen doen. Ik wil weg. Ik ga naar de Odyssey. Yes! 1 maan! Let's go. Wil je naar een ander rijk? Ja! Graag. We kunnen voor de schaduwkant gaan. We kunnen het gewoon proberen. Ik wil raak gooien. Volgens mij ben ik de laatste met de hoed. Daar was ik gekomen. Daardoor ging ik dood. Door die met die hoed. Maar de rest kan je nog wel overleven. Die met die staart kan je overleven. En die spuugt. Die kan je wel overleven. Alleen die eerste en die laatste. En de laatste machine. Die zijn ook heel naar. Oké, okay, let's go. I can do this. Pa-pa-da-pa-pa-pa. Aan het begin dacht ik zo van... Serieus, is dit zo makkelijk. Dan heeft hij echt maar 4 hoeden, maar nu heeft hij echt veel meer. Ja, oké, okay, lekker bezig. Kijk uit. Baf. Oké. Okay. Heerlijk. Oh, oh. Lakkee. Oh, nul. Je kan op de hoeden stampen. 2 at a time. Lekker, nee. Weet je hoeveel ongeluk dat was? Kom op. Nee. Ik ga niet eens meer de schaduwkant proberen. Dat low gravity is zo irritant. Ik ga het niet meer proberen. We gaan het bosrijk proberen. Je was een hollebolle sneeuwman. Kan ik met jou racen? Ik wil jou worden. Goed oefenen voor de volgende race. Dit wordt een hele goede. Woehoe! Check dit. Een nieuwe wereld. Kijk hè. We hebben gewoon een nieuwe wereld. Nieuwe wereld. Kijk, we kunnen gewoon deze steen worden en dan kunnen we bewegen. Kijk uit. Kijkers. Het trilt. Dat had ik niet moeten doen. Het beeld trilt. Oh my god. Ik was echt heel blind. Er loopt hier gewoon een T-Rex. Kan ik dit niet worden? Ik ben een boom. Oké. Weird. Ik kan gewoon een boom zijn. Dit is een T-Rex. Dit is zo'n rare wereld. Boom. Oké, we moeten de T-Rex worden en dan kunnen we al deze stenen slopen. Dus waar is de T-Rex? Zo maken we even wat herrie. Blijf even wachten. Oh, daar is hij. Hoi. Zo, ik kan niet meer zeker zien. Oh, waarom kan ik hem niet capturen? Ik kan hem niet capturen. Hij is unconscious. Yes, got it, boy. I got you. Door. Attack. Oké, daar was een maan. We slopen dit gewoon allemaal. Ja. Attack. Oké, snel, voordat hij het niet meer kan houden, die noob cappy. Goombas. Oké, go. Go. Oké, die plekjes zitten geen manen. Dan gaan we maar terug, denk ik. Oké. Oké. Snel. Oké, om terug te komen moet je dus dit doen. Dan moet je het zaadje pakken. En hierop klimmen. En snel wegrennen van de T-Rex. Dus als je weer terug wil komen, moet je van die robot moet je een capje tegenaan gooien. En dan hem in zo'n raar blauw ding leggen. En dan kan je weer omhoog komen. Dat was echt verschrikkelijk. Maar cool. Ja, het was ook gewoon cool. Eén een plantje. Serieus, ben ik hier wel eens geweest? Dood! Nee, wacht. Ik weet wel even een plek waar we heen kunnen gaan. Hier. Even naar de fire, bro.
Oké, nu moet ik het op deze manier doen. Oké, nu zijn we alsnog boven. Nee, ik wil trouwens het vuurtje litten. Want ik wil lid zijn. Nee. Please respawn, Firebro. Firebro? Kom, we zetten trouwens even een muziekje op. Ik kan hem gewoon niet meer capturen. Hoort water ook bij het muziekje? Dat is een beetje weird. De copyright. Yes! We got it. Pop. Ik krijg een hartje. Wat moeten we hier doen? Helemaal niks. Oké, doei. Oh, crap. Oh! It's going wrong. Ja, zo. Oké. Ik ga iets proberen. Wat we ook nog kunnen doen. Ja, ik weet echt niet meer alles, hoor. Sorry, het is heel moeilijk om manen te collecten. Oh, er is een robot dood. Wat is dit? Oh, hij helpt me. Oh, yes, thanks, dude. Later. I'm going to space. Oh, ik hou zo van dit liedje. How do we come there? Nee, ik weet niet hoe we daar moeten komen. Oh, zeker jump of zo. Hier zit een mini-moon. Dat was nogal duidelijk. Baf. Waar zijn nog meer de mini-moons? Oh nee, kijk uit, Fly Goomba's. Oké, daarmee moeten we hem dus pakken. Oh, kijk uit. Oké, even kijken. Hier kunnen we. Hier, ja. En hier. Where's the volgende platform? Wat? Hier is een muur. Ja, moet ik dit helemaal af gaan zoeken? Oh, hier is ook een muur. Oh, hier is een reling. Waar zitten we in? Oeh. Oh, Mario, ik ben niet zo blij met je. Later! To the moon! Waarom konden we niet met deze raket gewoon naar de maan? Wat is deze? Who do you do this to me? Oké, ik heb een idee. Oké, dat was dus wat je moest doen. I got the skills. Serieus, kon je gewoon met de ladder... Oh, nee. Oh man, we gaan naar het Kookrijk. Oh, die was mooi, jongen, die jumps, ja. Jongen, dikke parkour skills to the max. Max. Oeh, we kunnen ook gelijk... Oké, ja, ik dacht al. Naar het Kookrijk. Oké, doei. Dat was echt sober. Oh my god. Oké. Woehoe! Thanks! Golden coins. Wel 53 van deze muntjes. Oeh. Ik heb een idee. Het is een best leuk idee. Samen spelen. Dit is insane. Oh my god, dat was echt masterpiece. Oh, dat was serieus masterpiece. Oh, dit level hebben we ook al gedaan. Dat hebben we allemaal gedaan. We hebben hier gewoon alles. Niet alles. We hebben nog lang niet alles. 18 maanden. What a noob. We gaan even naar de Odyssey, gaan we de steen activeren. En dan kunnen we meer manen collecten. Dat vind ik wel een leuk idee. Zeg even in de comments wat ik nog moet doen in Super Mario Odyssey. Want ik weet niet wat ik nog moet doen. Of wil doen. Dus zeg dat even in de comments. Nu maak ik gewoon een leuke en aardige video. Trouwens, we kunnen ook Super Mario Odyssey afronden. En dus met de SNES gaan. Kijkers. Laat even dikke een like achter. Als jullie willen dat ik deze SNES ga opnemen. SNES Games. En zie ik jullie bij de volgende video. Later.